Thank you. You want to check in? Yes. Yes. Here you go. 12th floor. Hoeveel floors zijn er? Heel belangrijk, room inspection. Oeh, lekker ruim. Ja, het is goed ruim, dat is wel leuk. En de badkamer vind ik altijd belangrijk, een keer kijken. Oh, zeg, top. Ja. In de lobby ontmoeten Sharon en Isabel Patrick, een Antwerpenaar die in New York thema-rondleidingen op maat geeft. Hey, Sharon. Hey, dat is Sharon. Hallo. Welkom in New York. Ja. Hey, hallo. Dank u wel. Ja, ook. Welkom in New York. Merci, dank u. Ik heb heel leuke adresjes dat je laat zien in de Fashion District, de Garment District. Dus, fantastisch. Als jullie er klaar voor zijn, helemaal. Zijn er helemaal ja. Klaar voor. Dan zijn we weg. Het Fashion District van New York is naast dat van Parijs en Milaan wereldberoemd. In de straten van deze beroemde wijk ontmoeten celebrities, ontwerpers en fashion addicts elkaar. Hier kan je nu al zien wat binnenkort een nieuwe trend zal zijn. Het kloppend hart van de wereldmode is een absolute must-see. We staan hier op de Fashion Walk of Fame, het hartje eigenlijk van de Garment District. We hebben hier ook vlak achter onze poort de New School for Design. Waarschijnlijk wel je kind van Project Runway. En uiteraard ook de naald en de Garment Worker. Die Garment ateliers zijn vervangen door showrooms. En ik ga je twee meenemen naar twee eigenlijk ongelooflijk leuke toffe showrooms. New York, always impressive. Achter elke straathoek schuilt hier een legendarisch gebouw of een iconisch beeld dat je kent uit de film. Thailand by night. Hoe zen het volgende week in shoot. Sophie op zoek naar een locatie voor haar ladies night. Sharon ontdekt een nieuwe collectie van Happy Socks in New York. In Londen brengt Yvonne een bezoek aan Cat Kidston, haar favoriete winkel. En Sabine toont aan dat elke vrouw mooi kan zijn. Thomas Cook, de vakantie die ik...